We staan hier in het Slenenzand, een bepaald gebiedje hier aan de weg, de Slenenweg, hier loopt hij voorlangs. Daar heb je de werkschuur van Staatsbosbeheer. En hier, dit gebiedje is prachtig, wonderschoon. Je hebt hier nog hele kleine velletjes, hele mooie grafheuveltjes en allerlei resten uit de prehistorie. En omdat daar het Pieterpad liep, vonden we het heel belangrijk om in 2004, toen mevrouw Goorhuis, de ontwikkelaarster van dit Pieterpad, dat is de langste afstandsroute door Nederland, van Pieterburen bij de Waddenzee, zeg ik dan maar, tot de Sint-Pietersberg bij Maastricht. En deze route is 490 kilometer lang en die loopt altijd op de grens van, zeg maar, dorpen en de natuur. Cultuur, natuur. Die mevrouw Goorhuis overlijdt, die sterft zo in 2004, aanvang 2004. En dan hebben we het idee, we moeten een hommage aan deze mevrouw brengen, omdat ze iets ontwikkeld heeft waar heel veel mensen plezier van hebben. Want duizenden mensen lopen jaarlijks die Pieterpadroute. Nou, dat vonden we de moeite waard om deze mevrouw te eren met een beeld. Dit beeld is gemaakt door een Duits kunstenaar, Joachim Karbe. Hij komt uit Angermünde, dat gebiedje tegen de Poolse grens, Stettin, zo daar in die buurt. En het leuke is dat ik bij hem geweest ben zo'n beetje in 2001. Toen had hij ook een prachtig Steinsymposium in Angermünde met Duitse, Franse, Nederlandse kunstenaars. Hij heeft me toen ook de prachtige zandgroeven daar laten zien, waar ontzettend veel van deze prachtige keien nog liggen, gezonde keien. Want in Nederland zijn die keien door de water, door het vochtige landschap geërodeerd en zijn ze dus niet meer gezond. Als je dan je beiteltje erop zet of je zet je boor, kan het in één keer splitsen. En dan heb je er geen greep op. Dus dat was heel belangrijk, dat we goede, gezonde stenen hadden. En die zijn dus verwant aan de keien die we hier ook in Nederland vinden. Want ze zijn met diezelfde ijstijd uit Scandinavië gedurende 40.000, 50.000 jaren hierheen gehobbeld, door het ijs omgeploegd enzovoort. Daarom noemen we dit in Duitsland Findlingen. En bij ons noemen we het zwerfstenen. En zwerven is eigenlijk iets wat de wolken boven ons doen. Dat is straks helemaal weg. Maar dat doen die keien in onze aarde ook. Ze blijven nooit op één plek liggen. Ze blijven altijd bewegen. Dat is het gekke. Als hier een boer in het voorjaar ploegt, komen al die stenen weer boven uit de aarde. En het gaat altijd maar door. Dus die aarde is continu in beweging. En deze hele zware, ogenschijnlijk onverplaatsbare stenen worden toch door die aarde meegenomen in die beweging. Nou, die beweging die die steen heeft meegemaakt, die vond ik ook heel mooi terug in dat ontluik, in dat gat wat die kunstenaar aan het hakken was. En hij zag in één keer een voorstelling ontstaan. Dat kon je niet denken als je die grijze buitenkant ziet. Dat kon je niet voorstellen. Dat is een openbaring, zeg ik dan. En het hele interessante is dat je kunt zeggen, nou, het is een soort graniet, want het is graniet. Graniet is eigenlijk een steen met allemaal graankorreltjes. Dat is heel mooi verdeeld. Maar in dit graniet zie je een beweging ontstaan. Eigenlijk kun je zeggen dat graniet heeft dus in feite weer een soort smeltpunt bereikt, waar dat allemaal weer in beweging gaat komen. Want eigenlijk is graniet magma uit de kern van de aarde. Maar dit is dus op de een of andere manier in beroering gebracht. En die beroering zie je dan in die prachtige kristallen. Want hier zie je helemaal een witte kristal. En dan zie je, die steen is weer helemaal aan het leven om opnieuw weer graniet te worden. Maar dat proces is verstoord. En om wat voor reden ook, dat weet ik niet. Dat gebeurt 30 kilometer beneden ons, allemaal in de aarde. Dat weet ik ook niet hoe dat werkt. Maar dat is dus fantastisch dat we dit toen ontdekten. Al die prachtige grote kristallen. En eigenlijk kun je zeggen, een soort chaos van het smelten, van het koken, van noem het maar, dat zie je hier. En aan die andere kant van die steen zie je eigenlijk, in diezelfde steen zie je een ordening ontstaan. Dat is zo bijzonder. Dat je die twee aspecten van het leven, de chaos en die orde, het yin en yang, het goed en slecht, dat zie je allemaal bij elkaar. Nou, dat is heel leuk. En die, laten we zeggen, dat idee in die steen vonden we heel goed passen bij mevrouw Goorhuis, omdat ze eigenlijk in iets wat er niet was, orde heeft gecreëerd. En het is daarnaast is het een heel mooi vrouwelijk beeld. Kijk maar naar de lijnen. Het zijn geen hoekige lijnen, het zijn ronde lijnen.
En dat is dus vrouwelijk, als je dat afzet tegenover het mannelijke, dat is vaak lineair, ook in het denken. En dat vonden we dus prachtig als monument voor deze mevrouw Goorhuis.